Voilà, ik heb hier gehaald. Motip Chrome. En transparante hoogglans vernis van Motip. Dat heeft men hier bij de lokale supermarkt. En hiermee ga ik proberen van een van de velgen te doen van mijn 1985 Honda Accord, zoals ik op Fok al had aangekondigd. Ik heb ondertussen ook de koffer gedaan. Met twee lagen primer. En dat ziet er dan eigenlijk best wel oké uit. Het is heel mooi rood geworden. En je kan hier perfect zien dat alles ook mooi gedicht is. Tegen wat het vroeger was, is alles eigenlijk goed behandeld. Ook de zijkantjes zijn goed behandeld. Voor in alle verdere hoekjes te komen, moet je eigenlijk echt op een spuitbus werken. Want dan raak je nooit met een borstel aan. Dus dat heb ik daar wel gedaan. Maar al de rest is eigenlijk gedaan met de roller. Kan je perfect rollen. Gewoon ja, de tijd nemen en voor zo één kofferstuk te doen heb je ongeveer een halve liter Hammerite primer nodig om een tweetal laagjes te doen. Het lukt als je goed rolt. Want de tweede laag neemt merkelijk minder op dan de eerste. Er ligt ook een soort speciaal matte in deze wagen. Ik weet niet wat dat voor iets precies is. Het gaat er heel moeilijk uit, dus ik heb de niet loszittende delen gelaten. En het lijkt wel goed te beschermen. Het is een soort van kunststof rubber die meegespoten is ook, die erop gelijmd is. Dus ja, gewoon gelaten. Hier heb ik dan wat verder, ga ik jullie meenemen. Heb ik mijn band volledig afgeplakt. En heb ik dus gezorgd dat ik twee mooie laagjes primer heb gespoten met een behoorlijke tussentijd. Dus bijzonder goed gelukt eigenlijk. En hierop ga ik nu proberen van met chroomlak dus een chroomlaag te spuiten. En als dat resultaat goed meevalt in chroom, dan zal ik mijn originele Honda velgen ook volledig opschuren en opnieuw met chroom behandelen. Nu, ik denk dat het belangrijk is, ik heb hier twee keer alles goed opgeschuurd, twee keer ontvet. En de primer dus ook in twee lagen gezet, steeds met een heel fijne graad schuurpapier, ja schuursponsjes terug opgeschuurd. En het is echt ja, een bijzonder effen effect. Dit is wel gespoten, de velg, omdat ja, in de randjes is niet tussen te komen met de roller. En dit zijn dan de originele velgen, die dus mogelijk dezelfde behandeling gaan krijgen als dat goed lukt. De bedoeling is dat ik na het spuiten van de chroomlak ook ga zorgen dat ik een aantal laagjes vernis erover spuit, dat het zeker blijft. Voilà, dat is het voor nu. Voilà, dit is het resultaat. Eén laagje chroomlak, net gespoten. Heel dunne laagjes gespoten eigenlijk allemaal. Mooi in stukjes en streepjes gespoten met wisselende druk aan uit, zoals ik dat in wat filmpjes gezien heb. En dat is inderdaad perfect gelukt. Ik heb een zeer, zeer sterk blinkende velg. Echt chroom zou ik het niet durven noemen. Het is niet dat het ja, zo blinkt als echte chroom. Je kan er je niet in spiegelen. Maar het is een zeg maar hoogglanzend zilver eigenlijk wat je krijgt. Best wel mooi eigenlijk. Nu wat mij een beetje verontrust is dat op die busjes staat dat het niet weersbestendig is en niet te overspuiten met blanke lak. Dus we gaan straks kijken wat dat geeft als dit gedroogd is. Het zou zeer snel drogen. En dan gaan we kijken als het eens gedroogd is. Het ligt hier nu goed in de zon, dus het warmt mooi. Dan gaan we kijken wat er gebeurt als we daar vernis over spuiten. Hè. Nu zonder vernis denk ik niet dat het heel lang zal blijven. Dus voor een reservewiel wel oké, maar voor gewone velgen zal ik dan toch een andere oplossing moeten zoeken. Maar desondanks, zeer tevreden over het resultaat. Ik ga nu langzaamaan beginnen met mijn Hammerite en alles, de handleiding te lezen. En dan kunnen we aan de koffer beginnen. Voilà, ondertussen heb ik dus de velg ook een laagje vernis gespoten. Dat is allemaal eigenlijk vrij goed gelukt. Weinig last van dat de verf erop zou reageren, dus het lijkt dat dat wel gaat. Een hele lichte reactie zie ik wel, maar niet echt noemenswaardig. Desondanks zou ik volgende keer gewoon gaan voor grijs, want grijs metalliek of iets in die aard. Want uiteindelijk, dit is helemaal geen chrome effect. Dit is wat men jou belooft. Je kan hier duidelijk mijn reflectie in zien. Dit is wat je krijgt. Het is totaal geen chrome effect, het is gewoon een soort van grijs metallisé. Dekt wel goed, maar ja, gezien dat de verf blijkbaar ook niet zo goed tegen weersomstandigheden kan, ga ik dit toch niet gebruiken voor mijn wielen. Het spuiten is wel heel goed gelukt. Nergens noemenswaardige bubbeltjes of iets, is helemaal gelijk ik het zelf verwacht had. Dus we gaan straks eens de plakband los doen. En dan kunnen we het eens bekijken, misschien heb ik nog een tweede laagje vernis erover spuit.
Dan het eerste kleine potje hammerite is leeg. Ondertussen al een nieuw rollertje klaargelegd voor laag 2, want dat moet binnen de 2 uur. Dit is het resultaat tot nu toe. Het is nog niet perfect. Ik heb hier en daar nog rode plaatjes. Er gaan ook stukken zijn die ik moet spuiten, maar men had niet de spuitspray van hammerite zelf. Dus die ga ik nog kopen. Het is nog niet overal even goed gedekt, maar het resultaat is best wel oké hoor. Ik had niet verwacht dat zo'n mooi effect ging zijn, maar of het bruikbaar gaat zijn om de hele wagen te doen, het neemt echt wel veel tijd in beslag, zeker met alle hoekjes en kantjes. De verf is vrij dik, ik heb deze nu een beetje aangelengd, maar de tweede keer ga ik erover met de gewone verf. Hier zie je nog dat ik nog stukjes niet gedaan heb, die ik ook ga spuiten, want in de kleine hoekjes is het met de roller echt niet te doen. Ik ga ook proberen van een paar stukjes te borstelen, zodat dat op zijn minste afgedekt is, zeker daar in die rand van achter. Maar verder, ja, je ziet hier het resultaat na één rolbeurt. Ik heb gewoon gebruik gemaakt van witte blanco rollers. De traditionele, de goedkoopste die men al bij de doe-het-zelfzaak. Het is een soort van moesroller, denk ik, noemt zoiets. En dan, ja, uiteraard, hier zie je het ook op kunststof pakt. De hammerite ook behoorlijk mooi. Je ziet allemaal kleine gaatjes verschijnen wel. Dus de volgende versie gaan we zeker proberen van dat te doen met de pure verf en nimmer aangelengd met de hammerite thinner. Ik denk dat dat nu wel moet gaan lukken. En we zijn terug met een update. De vernis heeft toch lichte sporen nagelaten. Er is een soort van kraak ontstaan tussen de laklagen. Nou, wat ik hier zie, en dus ja, op sommige plaatsen is het wel blinkend. Maar dus de kroomlak is eigenlijk nutteloos. Want ja, je kan niet tegen het weer en als je er vernis over spuit, dan gaat hij reageren. Dus dat velletje, ja, we gaan er wel eens opnieuw opschuren. En gewoon ook ja, een andere lak eens op proberen. Dit is dus geen goede oplossing. Een beetje geld verspild, brute pech, maar zo leert je dat, ja. In ieder geval, ik ben wel ook verder geraakt met de hammerite. Er is nu dus een tweede laag aangelegd achteraan in de koffer. En dan zullen we daar eens naar gaan kijken. Dat is een heel ander resultaat waar ik toch wel blij over ben. Dus zo ziet de koffer er momenteel uit. Vanachter is nog een lijntje rood wat ik nog moet bijwerken van waar grondverf is. Dat ga ik achter 14 dagen doen, want ik heb niet het juiste materiaal. En ja, ofwel moet je over de hammerite binnen de 2 uur opnieuw een laag zetten, ofwel moet je 14 dagen wachten tot hij volledig uitgeharde is. De koffer voor de rest is dus zeer goed gelukt. Nergens lopers. Of ik de hele auto zo wil doen, daar heb ik toch een beetje mijn twijfels over, want het geeft een ja, het effect wat je krijgt is niet overal gelijkmatig, heb ik de indruk. En ja, de kleur is natuurlijk, ja, het is hamerslagverf, maar het is niet vlak. En ja, daar ben ik toch niet, het is toch niet helemaal wat ik ervan gedacht heb. Ik ga nog eens rondkijken voor andere metaalverven, wat er nog mogelijk is. Ik heb op internet een heel aantal mensen gezien die bootverf gebruikt hebben. Of nog een ander type van metaalverf, gelijk hammerite. Misschien dat ik eens een hammerite met een effe kleur probeer. Maar het rollen gaat in ieder geval dus bijzonder goed. Ik heb hier ook de slotjes heb ik alles gedaan met de borstel. En dan naderhand nog eens even met de roller overgegaan. Ook de zijkantjes hier alles mooi gelijkmatig kunnen verven. Dus het eindresultaat valt best wel mee. Je kan echt wel, als je dat wil, zou je je volledige wagen met hammerite kunnen doen. Dit is zo'n beetje het effect wat je krijgt. Hier ook kan je zien op spatborden en dergelijke dat dat best wel oké is. Hier, dit waren de oude matten die erin lagen, een soort van kunststof. De primer heeft zich daar heel goed op gezet en de hammerite heeft ook een bijzonder goede ja, vulling nagelaten. De matten zien er een stuk minder oud uit. De koffer is eigenlijk helemaal gerenoveerd nu. Heel erg proper, mooi. Perfect naar wat ik wilde. Voor de koffer is dit een zeer goede oplossing binnen. Eens ik de bekleding in het los doe, kan ik dat daar ook overal doen. En ik denk dat mijn chassis daarmee langs binnen alleszins al zeer, zeer goed beschermd is. Beneden spuit ik sowieso ieder jaar textiel, dus daar is er normaal sowieso geen enkel probleem.